gaat je voorstellen. Wat ga je dan doen? Verslappen. En wat ga je nog verder zeggen dan? Ik ben wel bezig. Oké. Hey, en krijg ik dan ook, als ik heel aardig ben, krijg ik dan ook je pincode? Ja, vast. Nee, maar je pincode, dus maar je pin. Ja, zo'n pasje, zo'n ding. Ja? Zo'n paspoort ding, kan je zo'n 4-2 bepaald. Ja? En dan ga jij dat mij vertellen, hoe ik dat moet doen? Als ik dus aankom wachten. Ga ik instappen, dan moet ik eerst aan het zo'n pincode zitten. Oh, maar je vergeet wat. Ja. Ja, als je namelijk binnenkomt, wie zie je dan? De chauffeur. Ja, wat zeg je dan? Goedemiddag. Kijk, dat is het begin, dat is voorstellen. Dat is hoi. Dus ik, dat doe ik ook. Ik ben Irene. Je bent Irene, ja. Ik ben 51 jaar. 40 jaar. Zie ik te hard als 51? Nee. Ja. Bij ons bus 26 of tram 16. Oké. Okay. Hey, en weet je waar je tram 16 naartoe gaat? Aan de kant? Wat staat erop? Den Haag Station 1. Waar is... Centraal Station. En de andere kant is? Met die W begint het. Watering. Wateringseveld. Ja. En die andere bus, wat staat daarop? Kijkduin. Station Voorburg. Maar we gaan altijd goed hoor. En je moet ook al die haltes weten. Maar er zijn haltes, maar ik wil niet weten hoe die heet. Het zijn zulke moeilijke namen. Zoiets van Monnikendamplein. Of Zuidpark. Dat is ook nog als Jacob Katstraat. Ja, dat is ook wel. En dan zeggen ze dat ook zo snel. En dan denk je, moet ik er nou uit of niet? Ja, dat is ook als ik bij verband vind met. Zochtens toen ik hierheen kwam, dacht 100 spoor, maar ik dacht, oh, moet
hier uitbreken. Je moet voor pas verder opgaan. Maar kan je je voorstellen, want we hebben nu nieuwe trams, hè? Ja. Die zwart met jou. Ja, maar die trams, maar heb je ook van die bussen en ook bij Gouden heb je ook zo'n trein. Ja, bij Gouden heb je ook een trein. Ja. Goudenlijn, die was vroeger van ons, maar nu niet meer. Hebben we verkocht. Ja. Maar hij rijdt nog wel in Gouden. Ja, natuurlijk. Hij blijft rijden, dat is een goeie. En de veerpont ook nog. Ja. En zo vaak gehoord, Haagse trammaatschappij. Echt niet. Doe maar de volgende. Kijk eens wat staat er. Oh. Ja. Hou dat nou in de gaten, je komt altijd te laat. Je tram is net weg. Ja, tram is weg. Tram is weg, er moet alleen bus. Tram is weg. Dan zou je denken, van, nou, hoe komen we nou aan dat woord, Haagse tramwegmaatschappij? Dat heb ik niet verzonnen. Eerst waren de trams. Ja, dat was wel het eerste voertuig wat we hadden. En weet je, we zitten nu in 2019. En weet je hoe oud ons eerste voertuig was? Rond 1900? Nee, 1900. Kan je je voorstellen? Het eerste? Dus dat is bijna 120 jaar geleden. We zitten in 1900. En dan gaan we nog iets verder terug. 1880. Toen kwamen ze met de telefoon. Eerste voertuig, dat mag je niet doen, maar doe maar. Kijk, paard en wagen. Ons allereerste tram was dat. Voor de oorlog. Nee, voor de oorlog nog. Voor de Eerste Wereldoorlog. Voor de Eerste Wereldoorlog. Onthoud het, 1864. Weet je het nog? Dus eigenlijk, ik weet niet, hoeveel jaar ben jij? 25. En hoeveel jaar ben jij geworden? 23. Ah, oud al, hè? Allebei leuk. Spannend. HTM is 154 jaar. 154. Ja. Ik ben het bijna, ik ben al 51. Ik ga hard. Nog 103 jaar. Ga je het halen, 154? Ja. Hoe oud ben je nu? Zo. Goed ben je? Hoeveel jaar ben jij? La. Ja, oké, okay. Ik vind hem goed. De eerste bus is toch pas ergens in de jaren 50? De eerste bus was in 1909. Dat ga je allemaal raken. Nee, dat was gewoon een voertuig. Want toen kreeg je. Nee, dat was na de stoom. Toen krijg je de revolutie, weet je wel. Voor de Eerste Wereldoorlog hadden ze staal ontdekt. Dan gingen ze die treinen maken in Amerika, stoomtreinen. Toen kwam dat hier naartoe. En de bussen. En toen kwamen ze ook, hebben ze voertuigen gemaakt met hele mooie bussen. Die echt bijvoorbeeld eerst helemaal op plat berichten en gaan ze helemaal schuin eindigen. Zo, aan het einde was die inderdaad zo schuin. Ja. En toen hebben ze ook al die mooie auto's gemaakt. Hè? Ja, waar je ook in kon slaan, die Volkswagens. Aan het begin, allemaal dat soort auto's. Grote Rolls Royce. Ja. Maar wij hadden deze, onze paardentrammen. Nou, we hebben natuurlijk door de jaren heen gingen we natuurlijk mensen vervoeren. En mag je het volgende doen? Kijk, die
elektrisch.